Zit jij wel eens te denken, Dirk en Muriel, vertel me nou eens in een notendop, waar moet ik nou mee starten? Hoe kan ik nou succesvol mijn laptop business, mijn online business bouwen? Waar moet ik op letten en waar vooral niet op? Nou, ik garandeer je dat het heeft eigenlijk veel minder te maken met alle technische dingen. Wat een succesformule is voor Dirk en voor mij en ook voor velen van onze studenten, is om te leren ontkoppelen van bestaande waarden en normen. En focus niet op het willen controleren van de buitenwereld. Van alles wat er buiten jou afspeelt. Maar leer en ontwikkel jezelf van binnenuit. Een flexibele opstelling en leren loslaten, durven loslaten. Dat is de formule tot creatie. En daarmee kan je bijvoorbeeld ook leren in het buitenland te leven. Maar ook succesvol dingen naar je toe te trekken die je nodig hebt voor je online business. En technische dingen zijn slechts 10% van het succes van je online business. 90% bevindt zich hier tussen de twee oren en in het onzichtbare veld. Je overtuigingen, je waarden en normen, je verwachtingen, maar ook zeker wel je inzet. En die hebben natuurlijk weer direct te maken met hoe graag wil je slagen, je beslissing. Ga je een beetje uitproberen of ga je ervoor? En dan is het natuurlijk ook leerbaar zijn. Durf je je ego opzij te zetten en een plan te volgen zonder alles eigenlijk te kunnen overzien en of te begrijpen. En daar gewoon vol voor te gaan. Nou, die dingen hebben wij onder andere allemaal toegepast. Niet alleen voor de bouw van ons succesvolle online business die we al sinds 2013 hebben. Maar ook voor emigratie naar het buitenland. Het zijn gewoon succesformules die je kan toepassen op vele vlakken in het leven. En ik hoop dat jij hier je voordeel uit zult halen.